Je hebt een hoop dingen waar we naar uitkijken, hè, Casper? Heel veel dingen, Gijs. Heel veel dingen. Ik kon er bijna een boek mee volschrijven, om eerlijk te zijn. Veel nieuwe boeken deze week valt mij op. Ook in jouw programma. Net sprak je al met Dirk Zeelenberg over zijn openhartige boek. Niet bepaald een succesverhaal. En Dirk zei in een interview: ik overleefde door de clown uit te hangen. En toen ik dat las, dacht ik: weet je wie er ook last van heeft? Bas van Toor. Dinsdag is hier te gast Hans Kraaij junior. Ook hij heeft een nieuw boek met de titel Kraai. De uitgever twijfelde nog over de titel niet bepaald een succescoach. Maar het werd Kraai. Het is zijn tweede boek. Het eerste boek van Hans heette Achter de kleedkamerdeur. En dat klinkt spannend, maar Johan Cruijff had kunnen zeggen: dat wat zich achter de kleedkamerdeur afspeelt is niet interessant zolang jij aan de goede kant van de deur staat. Dat is logisch. Ja. Sowieso is Achter de kleedkamerdeur een ongelukkig gekozen titel nu naar de locker room talk van Donald Trump. Want niemand wil lezen hoe Hans Kraaij junior ze grabt bij de pussy. Ook Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, presenteert vanavond zijn nieuwe boek De Empathische Samenleving. Dat klinkt als serieuze kost. En dat verbaast me, want Jesse Klaver is zo'n jonge, hippe politicus. Ik had verwacht meer een titel in de trant van politiek is zeg maar echt mijn ding. Jesse Klaver ziet er zo jong uit. Toen ik hoorde dat hij een boek had geschreven, dacht ik: dat is vast een bundeling van zijn beste opstellen van de basisschool. En om eerlijk te zijn, ik denk dat nog steeds. Al zal Sybrand Buma, die zal me nu wat te cynisch vinden, want de fractievoorzitter en lijsttrekker van de CDA presenteert woensdag zijn nieuwe boek met de titel Tegen het cynisme. Ik weet niet meer precies wat cynisme betekent, maar blijkbaar denkt elke lijsttrekker tegenwoordig dat hij het talent heeft om een boek te schrijven. Oh ja, dat is cynisme. Sorry. Ik hoorde ook dat Geert Wilders een boek wilde schrijven, maar hij kwam niet verder dan 1-4. Dat is sarcasme. Hoe dan ook. Als je niet van lezen houdt, geen probleem. Donderdag is de nieuwe film van of de Harry Potter spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them van J.K. Rowling te zien in de bioscoop. Al vind ik wel, overal hoor je Harry Potter, Harry Potter. Maar let op, het is dus zonder Harry Potter. En dat vind ik toch niet helemaal eerlijk. Het is een beetje alsof je zegt van: hey, jij vindt stamppot boerenkool toch lekker? He, met lekkere boerenkool. Nou, dan vind je deze stamppot vast ook lekker. Het is stamppot poep. Stamppot poep, ja. Eet smakelijk. Ik geef toe, het is een vieze vergelijking, maar wel een duidelijke vergelijking. En dan is het alweer vrijdag, Gijs. En dan zit het door jou georganiseerde boekenweek alweer bijna op. Maar niet voordat je laatste gast hier is geweest, Georgina Verbaan. Ja. Pofkont. Ja. Zeker. Ook zij heeft een nieuw boek, Loze Ruimte. Het is, en citeer ik even, een bundeling van haar mooiste columns die ze de afgelopen 3 jaar schreef voor NRC Handelsblad. Met als kers op de taart het erotische verhaal Nel. Oh yeah. En Gijs, ik wil nu een oproep doen namens heel Nederland. Wat je deze week ook gaat doen met al die gasten en al die boeken, alsjeblieft, laat Georgina Verbaan vrijdag een stukje voorlezen uit dat erotische verhaal. Want daar kijk ik echt naar uit. Oké, Casper, ik ga het zeker vragen. Daar kijk je naar uit. Dankjewel, man. NPO Radio 2.